Ben jij op zoek naar gevelbekleding? Bij Gadero hebben we allerlei verschillende houtsoorten en profielen waar je uit zou kunnen kiezen. En in deze video ga ik bespreken wat de mogelijkheden zijn voor open gevelbekleding en gesloten. Laat ik beginnen met wat nou eigenlijk het verschil is tussen open en gesloten gevelbekleding. Bij open gevelbekleding is er een afstand tussen de gevelplanken en dit geeft een mooie luxe uitstraling. Bij gesloten gevelbekleding worden de planken aaneengesloten bevestigd of overlappen ze elkaar. Nou, dit geeft een strakke uitstraling en er is minder kans op vuil in de gevel. Voor beide soorten gevelbekleding zijn er mogelijkheden voor zowel horizontale als verticale montage. Een open gevelbekleding heeft een goede achterconstructie nodig om te kunnen ventileren. Het is belangrijk om de onderliggende structuur af te werken met zwart folie of in het geval van de panlatten zwarte verf, zodat dit niet door je open gevelbekleding heen zichtbaar is. Bij een open gevel is het aan te raden om als eerste een waterkerend, dampdoorlatend folie te plaatsen dat ook UV-bestendig is. En vervolgens kan je dan de panlatten gaan plaatsen. Nou, wij hebben verschillende video's op ons YouTube-kanaal over hoe je dit het beste kunt doen. Ga deze dus vooral bekijken wanneer je gaat beginnen aan het monteren van jouw gevelbekleding. Een voordeel van open gevelbekleding is dat het langer meegaat dan gesloten gevelbekleding en het is een mooi, speels en modern design. Een nadeel is dan weer wel dat er makkelijk vuil in kan komen te zitten. Ik heb hier een aantal proefmonsters van profielen waarmee je open gevelbekleding kunt maken. In de eerste plaats dit rechte model van thermisch gemodificeerd Ayous. Deze plank heeft een luxe, gladgeschaafd uiterlijk en is zowel horizontaal als verticaal te gebruiken voor gevelbekleding. Dan deze rhombus variant van Padouk, een hoogwaardige houtsoort met een schitterende vergrijzing. En zoals je kunt zien is dit rhombusprofiel ruitvormig. En ook deze planken zijn voor zowel horizontale als verticale montage geschikt. Let er wel op bij horizontale montage om de schuine kant naar beneden te laten lopen voor een goede afwatering. En zoals je bij deze gevelbekleding van thermisch gemodificeerd fraké kunt zien, is het ook mogelijk om een beetje te variëren met de breedtes van de planken. Zo kan je een streepjescodeprofiel creëren, wat een heel speels en uniek uiterlijk geeft. Dit kan zowel horizontaal als verticaal. Dan de gesloten gevelbekleding. Ook hierbij is het belangrijk dat de achterconstructie goed is, aangezien er genoeg ruimte moet zijn voor ventilatie. Dit bevordert de levensduur van de gevelbekleding en zo kan je er natuurlijk langer van genieten. Houden bij gesloten gevelbekleding van hout goed rekening mee dat het hout zijn ruimte nodig heeft om te kunnen werken. Dus denk aan de tussenruimte bij de profielen en blijf minimaal 2 cm van de dakranden. Het voordeel van gesloten gevelbekleding is dat er geen vuil en ongedierte in je gevel komt en het heeft een mooie en strakke afwerking. Een nadeel is dan wel weer dat er vochtproblemen kunnen komen, aangezien het met een gesloten gevel wat lastiger is qua ventilatie. Ook voor de gesloten gevelbekleding is er natuurlijk een hele hoop mogelijk qua profielen en houtsoorten. Zo sta ik hier bij een huisje van thermisch gemodificeerd Ayous. En dit trippelblokprofiel kan zowel horizontaal als verticaal bevestigd worden. Dan heb ik hier zwart gekoot Zweeds rabat, ook wel potdekselplanken genoemd. En deze stapel je horizontaal met het brede gedeelte aan de onderkant zo op elkaar. Het zorgt voor een hele goede afwatering op deze manier en het geeft een mooi, strak geheel aan je gevel. Dan nog deze optie die alleen voor verticale gevelbekleding geschikt is, namelijk de zogeheten Channel Siding Rabat van thermisch gemodificeerd Ayous. Je schuift ze op deze manier in elkaar. Thermisch gemodificeerd hout is door de bewerking heel mooi licht van gewicht en dus zeer geschikt als gevelbekleding. Zoals je hebt gezien zijn er verschillende opties voor zowel open als gesloten gevelbekleding. Ben je nou op zoek naar bekleding die lang meegaat, goed kan ventileren en uniek en dynamisch is? Kies dan voor een open gevelbekleding. Wil je meer een strakkere uitvoering waar geen vuil of ongedierte in kan komen? Ga dan op zoek naar een gesloten variant. Naast het aantal voorbeelden dat ik in deze video heb gegeven, zijn er uiteraard nog meer profielen en houtsoorten mogelijk als gevelbekleding. Ga vooral naar gadero.nl en laat je inspireren. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Gadero TV. Wil je geen video van ons missen? Abonneer je dan snel op ons YouTube kanaal. Tot de volgende aflevering.